De werkzaamheden bij de busterminal te Ondrobong vorderen gestaag. Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie, OWTNC, is hiermee stappen dichterbij het ordenen van de transportsector. Day. Op dit moment staan we op het derde blok, oftewel het laatste blok. Als we uitgaan vanuit de Zwartenhoevenbrugstraat, als we vanuit die straat zeg maar, een referentie kunnen pakken om te tellen, dan hebben we het eerste blok tussen de Zwartenhoevenbrugstraat en de Waaldijkstraat. Het tweede blok, oftewel het middenblok, hebben we tussen de Waaldijkstraat en de Hofstraat. En het derde blok is waar wij ons nu bevinden. Dat is tussen de Hofstraat en de Fred Derbystraat. En welke bussen zijn tot nu toe gestationeerd of, ja, bij de busterminals? Zoals u ziet, achter mij is er een bord hier bij het laatste blok waar we staan. Met de trajecten POZ en POVRZ en lijn 6. Maar we zijn intern op het hoofdkantoor nog bezig in afstemming met PLO, de particuliere lijnbusorganisatie, om na te trekken welke trajecten het best, gezien de strategische locatie, het best geplaatst kunnen worden. Voor ook de logistiek voor de, wat betreft de passagiers. Dat zijn we eigenlijk mee bezig. We hebben het allemaal bijna al in kaart afgehandeld. We moeten, als we dat hebben gedaan, moeten we die borden bestellen. Want het zijn borden die van een bepaalde afmetingen zijn. En ook bepaalde reflectieklassen. Die offerte aanvragen hebben we al reeds gestuurd naar de aannemer. Dus ja, er zijn nog wat kleine afwerkingswerkzaamheden die het directoraat Transport en Communicatie van het ministerie van OWTNC moet afhandelen. Er is heel wat stagnatie opgetreden, maar desondanks proberen we zo snel als mogelijk de zaak helemaal operationeel te krijgen. Purchase your tracks today. Welke afwerkingswerkzaamheden zijn het? Afwerkingswerkzaamheden in de zin van het logistieke wat ik daarnet aanhaalde. Het plaatsen van borden bij de sorteervakken. Dat de passagiers precies kunnen weten welke bus bij welk sorteervak, bij welk blok precies staat. Want dat is wel belangrijk. Anders moet je gaan zoeken, gaan kijken bij die bussen van hey, wat voor nummer of welk traject staat op welke bus. Dat is uit den boze. Dus wij willen het een beetje... De bewegwijzering voor wat de passagiers betreft, passagiersinformatie, willen we zo transparant en duidelijk als mogelijk maken. Dus dat is inderdaad iets waarmee we nog bezig zijn. We willen ook kijken naar wat andere faciliteiten. Dat bijvoorbeeld passagiers die een beetje slecht ter been zijn, dat ze ergens rustig kunnen zitten als ze op een bus wachten. Dus dat moeten we nog even kijken hoe we wat banken kunnen plaatsen die natuurlijk niet weggedragen zullen kunnen worden. We moeten even ook kijken van hoe we gaan doen met de afbakening voor een stukje veiligheid van de passagiers als ze op het perron staan of zeg maar bij de busterminal staan dat er geen auto's op de stoepen komen staan of dat er een auto plotseling dwars over een stoep komt rijden. Dus we zitten te kijken van hoe we dat kunnen afzetten met van die betonnen stootblokken en dat soort zaken. Dus dat zijn de verfijningswerkzaamheden die we moeten doen. Op dit blok waar we nu staan moet er ook nog elektra worden aangesloten. We hebben ook wat vertraging daar mogen ondervinden. Maar zoals de planning eruit ziet, moeten we binnen een maand eigenlijk wat elektriciteit betreft helemaal aangesloten zijn. En wanneer zullen de bussen officieel staan op hun plek? De bedoeling is om even kijken, we leven nu volgens de planning, we leven nu september. Om voor eind oktober willen we het lint doorknippen met de minister van Openbare Werken, zijn excellentie meester Vijay Chotkan. Dus voor eind oktober willen we alles in place hebben, zodat we de zaak... officieel geopend kunnen verklaren.
wat de taxis betreft, daar hebben we ook een plan voor vanuit het ministerie. Het is de bedoeling, de naam zegt het al, het zijn busterminals. Dus het is uitsluitend bedoeld voor bussen en geen taxis of personen, privéwagens of wat voor andere voertuigen dan ook. Het is uitsluitend voor bustransport en met name bussen die een geldige autobusvergunning hebben bij het ministerie. Die gaan slechts alleen geaccommodeerd worden. En natuurlijk zal het ministerie in samenwerking met justitie en politie erop toe moeten zien dat er geen andere bestemming wordt gebruikt voor de bussen, anders dan de bussen.